Bij Debunk gaan we stellingen ontkrachten die je overal leest op sociale media, maar waar best wel iets op valt af te dingen. Dit is Debunk en de eerste aflevering gaan we het hebben over kernenergie. Nou, laten we gelijk maar beginnen met de eerste bewering. 7 kerncentrales en het energieprobleem is opgelost. Nou, wat klopt? We hebben een goed werkende kerncentrale in Borselen. Wordt al wel een beetje oud in Zeeland. Maar er zijn 3 plekken in Nederland waar een kerncentrale gebouwd zou kunnen worden. En het loket daarvoor staat al 10 jaar open. En toch is er nog geen bedrijf aan begonnen. Te duur en te veel risico's. Kernenergie is goedkoop. Dat bleek laatst ook volgens een onderzoek dat minister Wiebes had gedaan. Dat kernenergie zou uiteindelijk goedkoper zijn dan alleen zon en wind. Ja, was het maar waar. Kernenergie is gewoon hartstikke duur. In Groot-Brittannië wordt een kerncentrale ontwikkeld, de Hinkley Point C. Die kost al meer dan 22 miljard. En daarmee is de stroom uit die centrale 2 keer zo duur als stroom van een windpark. En er komt nog bij, en dat wordt vaak vergeten, dat de afval uit die kerncentrale, die moet je ook voorgoed opbergen. En dat kost ook nog eens 42 miljard in de Nederlandse situatie. Kortom, kernenergie is gewoon niet zo goedkoop. Buurlanden hebben ook kerncentrales en die werken prima. He, bijvoorbeeld Frankrijk, die lijkt 96% afhankelijk te zijn van kernenergie en daar importeert Nederland zelfs van. Nou, het klopt in elk geval dat Frankrijk en Groot-Brittannië grotendeels draaien op kernenergie. Maar wat je ook ziet is dat nieuwe centrales nauwelijks van de grond komen. In Frankrijk is de discussie over nieuwe centrales zelfs vooruitgeschoven. En in heel Europa is de afgelopen 10 jaar geen enkele centrale van de grond gekomen. Dus je ziet dat het heel moeilijk is om nieuwe centrales te bouwen. Bovendien blijkt dat kerncentrales voor Nederland eigenlijk niet nodig zijn. Die maken het systeem eigenlijk duurder en we kunnen heel goed met andere oplossingen uit de voeten. En daarom zegt D66, laten we nu aan de slag gaan met echt schone oplossingen waarmee we nu iets doen voor het klimaat. Onzin, de huidige koers, windturbines, zonnepanelen, biomassacentrales kosten per saldo miljarden meer en leveren weinig tot niks op. Kerncentrales zijn schoon, veilig en effectief. Nou, het is eigenlijk een valse tegenstelling. Elke expert in Nederland kan je vertellen dat zon en wind de basis vormen voor een schoon en betaalbaar energiesysteem. Maar zon en wind leveren niet altijd, dus heb je nog iets extra's nodig. Bijvoorbeeld gas met ondergrondse CO2-opslag of groen gas, waterstofgas. En daar concurreert kernenergie mee. Maar daar komt kernenergie niet zo goed uit de bus. Op dit moment eigenlijk duurder dan die alternatieven. Wat bovendien zo is, je kunt zonne-energie en windenergie, ruimte die je daarvoor gebruikt, ook voor andere dingen benutten. Zo kun je een dak volleggen met zonnepanelen. Nou, ik wil nog wel eens een kerncentrale op een boerendak zien. Moderne kerncentrales voldoen aan de strengste internationale normen en worden intensief gecontroleerd. Feit is dat alle 440 kerncentrales wereldwijd zonder noemenswaardige problemen draaien. Kernboodschap! Nou, het is nooit zonder risico. Na Tsjernobyl kwam Fukushima. In Nederland leven 1,4 miljoen Nederlanders binnen een potentieel rampgebied. Zij krijgen jodiumpillen van de overheid. Dat is niet voor niks. En ik weet wel dat de kans dat er iets gebeurt gelukkig heel klein is. Maar als er wat misgaat, dan zijn de gevolgen ontzettend groot. En de samenleving draait bijna helemaal in zijn eentje op voor die kosten. Ja, is kernenergie dan een optie? Nou, die vraag krijg ik heel vaak. En het antwoord daarop is eigenlijk heel simpel. Als kernenergie betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar kan, dan laten we die kans niet lopen. Maar wat we nu zien is dat er alternatieven zijn die gewoon beter scoren. Overal in de wereld worden onderzoeken gedaan naar de ontwikkeling van kernenergie. En als het blijkt dat kernenergie straks wel een optie is, dan zullen we daar zeker serieus naar kijken. Dit was Debunked. Heb jij ook een bewering gezien die ontzettend sterk is en die je graag wil bespreken met ons? Laat hem hieronder achter in de reacties. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Doei en tot de volgende keer.